een aantal jaren dat als je ergens op een locatie van radar komt, dat je ziet dat cliënten toch vaak heel veel zitten. En dat ze ook vaak een overgewicht hebben. Thuis van Sport heeft ons veel geholpen bij het project, überhaupt bij het opzetten, het ontwerpen van het project. Maar ze hebben ons ook geholpen bij het in kaart brengen van de verenigingen en de mogelijkheden en ook de subsidiemogelijkheden. Ze hebben veel ondersteuning gehad van Thuis van Sport. Ja, het is toch vooral belangrijk om ook veel tijd voor de voorbereiding te organiseren. Zodat je ook goed nadenkt hoe kan je begeleiders ook helpen om in hun dagelijkse praktijk aandacht te geven aan bewegen. Wij vinden het ook belangrijk om het maatwerk in de beweging aan bod te brengen. Cliënten van Radar die vaak in hun eigen woning wonen, dus die zijn wat minder makkelijk bereikbaar omdat het allemaal individuele situaties zijn. Dus dat het toch gelukt is om zoveel mensen enthousiast te krijgen voor zo'n beweegprogramma vandaag. Je kan kiezen voor alles extern weg te zetten, maar dan heb je geen borging binnen je organisatie. Dus we hebben echt Radar geholpen, zodat ze zorgen dat ze het zelf kunnen doen. Ja, deze dag is echt voor de cliënten uit de ambulante zorg. Om te kijken wat hun kunnen voor sport en bewegen aanbod kunnen hebben. Ik denk dat ze van Radar kunnen leren is de samenwerking die ze hebben opgezocht met diverse partijen, met gemeentes, met een sporthal, met verenigingen. Dus ze hebben het niet zelf gedaan, ze hebben het interne samenwerking opgezocht tussen verschillende beleidsterreinen, maar ook externe samenwerking hebben opgezocht. En daar kan je heel veel van leren van Radar.